Mijn ouders hebben altijd gezegd, wie zijn of haar verleden niet kent, krijgt geen grip op de toekomst. Het herdenken staat voor mij enerzijds om in het reinen komen met je verleden. Dus ook je eigen imperfecties onder ogen komen. En tegelijkertijd ook wat voor een lering kunnen wij hieruit trekken naar de toekomst toe. Want, nou ja, nimmer wieder, we willen het nooit meer. Dat is niks voor niks dat dat nog steeds gezegd wordt vandaag de dag. Ik bid altijd. Dus ik doe altijd een gebed voor alle gevallenen, voor de ziel, voor hun rust. Dat doe ik vanuit mijn islamitische achtergrond. Daarbij gebruik ik islamitische gebeden. Dus op die manier herdenk ik. Als je dit naar de toekomst toe op wil... Nou ja, 4 mei wil behouden zoals die nu is, in het teken van herdenking. Dat we ook moeten nadenken over misschien wel een hernieuwde vorm. Maar je zou hem misschien wel wat breder kunnen trekken. En misschien ook naar huidige conflicten kunnen toetrekken. Zodat mensen het ook beter kunnen visualiseren. En zich het ook beter kunnen verbeelden wat er nou aan de hand is.